Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft vanaf vandaag 1 november 2019 een verbruiksverbod ingesteld op styrofoam. Vanaf vandaag is het gebruik van styrofoam als voedselverpakking verboden. In dat kader heeft het ministerie vandaag op het Valjansplein een Meet the People activiteit als onderdeel van de bewustwordingscampagne georganiseerd. Volgens Vincent Fernandes, waarnemend onderdirecteur marktbeheersing, was de bedoeling van vandaag om met de burgers van gedachten te wisselen over het verbod op het gebruik van styrofoam. Fernandes geeft aan wat de gemeenschap in de komende tijd mag verwachten. Hij roept daarbij burgers op om het verbod na te leven. Voorts mogen ondernemers die restvoorraden hebben in contact treden met het ministerie van HINC. De samenleving mag verwachten dat wij kijken naar de situatie. Er is een importverbod sinds 1 mei 2019 ingesteld. En we zitten nu bij het verbruiksverbod. En we gaan kijken, als er restvoorraden zijn, roepen we natuurlijk de ondernemers op om deze niet te verkopen, maar om contact op te nemen met het ministerie. Verder vragen we de samenleving om gehoor te geven aan ons verbruiksverbod van 1 november. Er zijn biodegradable producten op de markt van verschillende importeurs. En we hebben ook een composteerbare materiaal. Verder, als we kijken naar wat verboden is, dan moet de samenleving denken aan de portiebakken die we zien in de restaurants. Het gaat ook om de soepbakken die er zijn. En verder heb je dan ook de koffiebekers, die zijn verboden. In het kort, alles waarin je voedsel zet om te consumeren, dat is vooralsnog verboden. Verder vraagt Fernandes de gemeenschap de styrofoamproducten die nog op de schappen staan niet te kopen. Hij zegt dat ondernemers die zich niet houden aan het verbod zullen moeten instaan voor de consequenties die hieruit voortvloeien. Natuurlijk zijn er consequenties verbonden als men geen gehoor geeft aan het verbruiksverbod. Samen met de Economische Controledienst, afdeling Consumentenzaken, zullen we kijken als er klachten binnenkomen. We zullen ook de controles uitvoeren in de winkels die nog styrofoam aanbieden. Indien men in overtreding is, zal het ministerie dan maatregelen treffen. Want het valt onder een economisch delict. En daarop zijn er strafmaatregelen. En het ministerie kan ook instructies geven aan zo'n ondernemer om te stoppen met het verkopen van zo'n product. Vincent Fernandes, waarnemend onderdirecteur marktbeheersing van het ministerie van HINC. Hij sprak vanmorgen op het Valjansplein met burgers over verbruiksverbod op styrofoam.